Ik ben benaderd door ABN AMRO Mees Pierson om een waanzinnig groot werk te maken. Dat een bank 300 jaar bestaat, is ongekend. Ik heb daar ontzettend veel respect voor en dat is toch een getuige dat ze kunnen meebewegen met de tendensen van de tijd. Voor mij is dit een van de spannendste projecten van dit jaar, als niet de afgelopen paar jaar. Ja, een grote eer. Mijn naam is Joseph Klibanski. Ik ben contemporary artist. Ik maak schilderijen, ik maak sculpturen. Ik heb niet zozeer gekeken naar dat het gaat om het 300-jarig jubileum. Het gaat mij meer om het feit van waar zijn we nu in de wereld en waar willen we naartoe. Ik denk dat ik dat echt als thema heb gebruikt voor dit kunstwerk. Een toekomstvisie, maar wel in combinatie met wetenschappelijke vooruitgang, met maatschappelijke vooruitgang. Uiteindelijk creëer ik een collage door middel van het maken van kleine schetsen, door het maken van foto's. Dan gaan we naar het zeefdrukproces en zo creëer ik allerlei stempels. En door middel van al die stempels maak ik al die doeken. Het moment dat ik voor dit werk kan staan, ja, dan krijg ik kippenvel. Dat maakt mij trots. Daarna halen we alle nietjes weer eruit en gaan we naar de lasersnijder. En snijden we alles uit in kleine stukjes. Alle klanten die krijgen een klein stukje van dit originele werk. En ik denk dat iedereen die een stukje krijgt van het kunstwerk voelt en ziet dat daar ziel in zit. En dat daar dezelfde intentie en waarde in zit als het grote geheel. Dus als je dat thuis hebt staan, of het is op je bureau of je hangt het op, maar iedereen weet wel hoeveel liefde en effort daarin zit. Dus iedereen heeft een originele Klibanski. Wat mij leuk lijkt is dat iedereen ook daadwerkelijk echt die unieke code achterop gaat gebruiken en in die app gaat opzoeken hoe het geheel eruit ziet. Want anders zullen ze nooit het gevoel krijgen van het totale werk zoals die ooit bestaan heeft. Dit is Beyond the Clouds.